Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben me aan het klaarmaken, want we gaan zo vertrekken. We hebben echt een super lekker ontbijt gehad in het hotel. Ik ben niet vergeten te filmen trouwens, maar ik ga die morgen wel even voor jullie filmen. Het was echt super lekker, ik heb echt van genoten. En toen daarna zijn we snel naar de kamer gegaan om ons klaar te maken. We worden over 50 minuten opgehaald door de chauffeur. En we gaan richting Jardin Majorelle of Garden Majorelle. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar we gaan daar dus naartoe. We zijn er al een keer heen geweest, dat was 2 jaar terug. Maar de rest nog niet, dus we wouden het even laten zien aan de rest, want het is natuurlijk echt vet mooi daar. En we gaan waarschijnlijk ook nog lunchen en daarna gaan we ook nog naar Djemaa el-Fna. Dat is een beetje de planning. Ik ga dit nog even snel fixen en dan zie ik jullie straks. Ik had gisteren al verteld dat het hier echt fucking koud is, want ik daar geen outfits voor heb. Dus ik zit even te kijken wat ik aan ga doen, maar ik denk dat ik toch even een rok aan ga doen. Misschien moet ik even voor de zekerheid een broek meenemen, maar ik wil graag deze rok gewoon hier aandoen. Want ja, ik vind het gewoon echt een heel mooi outfit. Kijk. Het ziet er nou even zo niet uit, maar het gaat om deze outfit. Een beetje zo'n lichte outfit. En eigenlijk heb ik er niet eens bijpassende schoenen mee. Maar dat maakt niet uit. Besef, ik heb alleen maar deze schoenen mee voor deze hele trip. En ik heb ook nog hakken aan, maar het zijn gewoon van die sandaaltjes. Dus ik moet al mijn outfits met deze schoenen dragen. Echt een slechte plan. Dan neem ik gewoon deze sjaal ook gewoon mee. Die houdt me een beetje warm. Ik ga nu even snel mijn haren doen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb dus echt... Hi, zo, gaat het goed? Ik heb dus echt spijt dat ik geen fun heb meegenomen, aangezien ik gewoon ruim bagage bij heb geboekt. Want ze hebben hier echt dus zo'n heel slechte fun waar mijn haar totaal niet droog van wordt. Dus dat vind ik echt een dompertje. Trouwens, ik gebruik de laatste tijd een wenkbrauwpottel van de Primark en ik vind hem echt zo fucking goed. Ik heb deze in de kleur brown en die is echt gewoon perfect. Eindelijk is mijn haar klaar. Dat duurde even door die fun, maar zo zie ik het nu eens uit. Even kijken wat ik zeg. Ik heb gisteren dus een zonnebril gehad, maar ik mijn zonnebril was vergeten. En af en toe is hier de zon echt zo erg scherp. Dus ik heb echt gewoon zo'n neppe Gucci bril gekocht. Wacht, ik ga het jullie even zien. Gasten. Waar is mijn neppe Gucci bril, Nes? Heb je mijn Ray-Ban gezien? Nee, die van jou gezien. Dit is wel. Oh, dit is van mij. Nou, kom eens. Laat jouw bril zien. We hebben neppe brillen gekocht, omdat wij Ray-Ban de zon echt heftig vonden. Laat zien. En oh. En de kwaliteit is ook echt shitty. Dat is echt plastic. Ja. Maar goed, oké, kijk. Dit is die van Nesim. Het is net hoog. En deze Gucci bril. Zo. Deze is van mij. Ik ga stuk. Ik vind hem nog leuk ook nog gewoon. Ik weet niet eens of deze echt bestaat. Bestaat deze echt die ik nu op heb, Nes? Moet je aan Gucci vragen? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik vond hem gewoon leuk. En hij doet echt pijn achter mijn oren. Die haakje doet echt pijn. Maar ja, boeiend. Oh ja, zo ziet het eruit van de zijkant. Dat is mijn shoplog. Ah, dat is leuk voor eventjes toch. And I am ready. Ik voel me echt zo'n divaatje. Dus ik ging net naar buiten. En toen zag ik dus... Toen keek ik naar mijn benen. Toen zag ik opeens zo van 3 echt van die heel grote haren op mijn benen. Maar aangezien ik nooit mijn benen scheer, omdat ik dus lezen de laatste tijd. Nou, het laatste jaar heb ik heel veel gelezerd. En ik heb eigenlijk helemaal geen beenhaar meer. Dus ik lees bijna ook nooit meer. Maar ja, toen zag ik opeens 3 van die grote haren. Toen ben ik snel naar binnen gerend om het even snel te scheren. En dat waren denk ik ook gewoon gelijk mijn... laatste overgebleven haren. Ik denk echt dat ik nog maar 1 behandeling nodig heb. En dat ik nou echt klaar ben voor het leven. Inmiddels zitten wij in een taxi. En we hadden om 1 uur afgesproken. Het is nu om 1:30. En de rest is er nog steeds niet. En wij zitten hier zo te wachten. Wij zijn een keer eigenlijk op tijd. En zijn de anderen te laat. Het gebeurt echt bijna nooit dat het zo laat is. Leuk ook om vandaag naast me zitten. Die guy ziet er niet blij uit, man. Nee, wat gaan we doen? Maar hij heeft ook een gekke litteken in zijn gezicht. Dat vind ik een beetje eng. Ik denk dat hij sowieso niet blij is met ons nu. Hij heeft al een half uur gewacht. Ik vind het eigenlijk best wel zielig. Nes, ik weet niet of je dat goed ziet, zo'n sikje, maar Nes heeft 1 zo'n krulletje hier. Dat zie je niet op de video. Wel. Ik wil hem elke keer zo plat te leggen, maar hij gaat weer terug. We hebben de eerste katten gevonden in Marokko. Hi baby! Die katten zijn echt anders hier, hè? Ja, zo heel slank. Ze zijn heel dun, sportieve kat. Hey! Gekke atletische ket. Lekker hè? Wij zijn inmiddels bij Le Jardin. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Le Jardin de Majorelle. Mensen, moet voor mij. Maar het is echt vet mooi. En ik ben echt heel erg blij vandaag, want het weer is echt gewoon perfect. Ja. En nu ben ik eigenlijk een beetje overdreven met mijn bont. Maar goed, ik heb het tenminste niet koud. Laat jullie even zien wat ik nu aan het zien ben. Echt vet mooi. En ook zo de geluiden van de vogels op de achtergrond. Dit is echt zo'n plek waar iedereen altijd foto's maakt. En hier had ik vroeger ook foto's gemaakt. Mensen zijn hier lekker aan het influencen. We hebben inmiddels kapot van foto's gemaakt. Precies op de plek waar iedereen eigenlijk foto's maakt. Wat zeg je, schat? Even een mooie foto maken. Nou, Nesim wil hier een foto. Hier wel, kan wel. Wil je een foto? Ik heb geen snitch in mijn DNA, maar de dingen die er in je DM staan, die zijn er toch helemaal niet veilig. Ik zei oh na 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 na, ik weet niet van hem, maar dit wel van haar. Telefoon zonder melding aan, daarom sprak ze zo heilig. Ik zei oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, die zijn er toch helemaal niet veilig. Ik zei oh na na na. Ik ben nu bij een cafeetje, het heet Café Majorelle en hier waren we 2 jaar terug ook. En ik wil hier graag een tagine eten. Ik ben aan het twijfelen of ik deze wil, tagine met kefta of met kip. Nesim's vriend heeft net dus zijn tas afgepakt en verstopt en ik was er niet van op de hoogte. En Nesim zegt opeens, waar is mijn fucking tas? En ik schrok ervan, ik was helemaal in paniek toch? En daardoor is Nesim er gewoon ingetrapt en Nesim is gewoon weg op zoek naar zijn tas. Echt heel erg zielig. Want hij heeft echt letterlijk alles erin, hè? Ja. Paspoort, portemonnee, alles zit erin. Maar als ik niet had gepakt, dan wist ik niet dus. Oh, wel goed dat je niet tegen mij hebt gezegd, want ik kan niet acteren. Hij komt. Film. Ik zeg wel dat jullie hebben. Hebben jullie van? Heb jij hem? Ziek is het terug. Ik wil bijna mensen uithalen daar, hè? Hé, jij was bang, hè? Ik zat al gewoon te schreeuwen. Dat zijn gewoon eens die Puma fanny pack. Serieus. Jij was bang, hè? Ik was ook bang. Ik zat niet in het complot. Oh ja, want ik had hem aan jou gegeven, hè? Bij die foto maken. Ja, was je dat nou vergeten? Wat is die nou? Ik haat jullie echt, man. Mijn hele leven zit in. Als je iets kwijt bent, moet je niet mij iets geven. It's a prank! Leuk, hè? Weer een kantje. Kijk hoe schattig deze is. Hey! En smaak geluidjes. Hi, baby! Dat is echt mooi, hoor. Ze heeft echt mooie ogen. Oh. Club sandwich voor Margareta. Dat ziet er super lekker uit. Frikandellen voor Fata. Frikandella. Wat is dit? Oh mijn god, dit ziet er zo lekker uit. Dit is een kufte tagine van mij met ei. Oh lekker, ik krijg er rijst bij. Jij hebt de kip tagine. Zo, die ziet er echt goed uit. Zo, die ruikt ook echt goed. Nesim, ik ga van jou eten. Ik heb tagine Mexicano. Ja, sowieso. Tagine croquette. Oh, lekker hoor, Nes. Dankjewel. Het ruikt ook zo lekker. Ze is die kat helemaal aan het aaien. Hallo. Ga je het filmen? Lief voor Nes. Dit is als ik zeg maar Lira en Dinar begin te missen, dan begin ik andere katten aandacht te geven. Wow. Wow, dude. We weten allebei, ik hoef niks te zeggen. Ze zetten het op mij met soeplessen. Oh, wacht even, deze is schetsen. Want ze heeft de mattie, hoor ik het zeggen. Nou, never kan ik zessen. Kip is real, ik ben een finesse. Oh, na 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 na. Ik heb geen snitch in mijn DNA. Maar de dingen die er in je DM staan, die zijn daar toch helemaal niet veilig. Ik zei, oh, na na na. We hebben net een taxi gepakt naar Djemaa el-Fna. En ja, wij lopen er eigenlijk nu heen. Hiernaast hebben we allemaal van die paardenkoetsen. Maar daar zijn we niet heen gegaan. We hadden er misschien, tenminste, we waren aan het twijfelen of we nou met de paardenkoets hierheen gingen. Of met de taxi. Maar ik vond het een beetje zielig voor de paarden ofzo. Die worden niet heel goed verzorgd. Nee, man. Dus toch maar niet gedaan. Een taxi gepakt. En wij zijn nu hier. Leuk hoor, Nes. Leuk hè? Ja, ben je aan het afdingen, jongen? Ik kan al afdingen. Nu eigenlijk allemaal bij kraampjes. En ik wil van die Marokkaanse huisjurken weer kopen. En Nesim ook. Dus we zijn eigenlijk een beetje op zoek daarnaar. Nesim, fix deze jurken. Ja, hij zegt 100, dus met 80 kan het misschien wel lukken. Voor 80 dirham, jongens, voor mijn kijkers. Is dat een normale prijs, 80 dirham, voor zulke jurken? Ja, dan gaan ze sowieso zeggen, nee, in Casablanca zijn ze maar 5. In Tangier zijn ze 4. Ik vind hem echt niet mooi, man. Hoe is deze kleur? Ik vind hem gewoon wel leuk, hoor. Ik vind die blauwe mooi, hoor. Ja, die heb ik sowieso. Ja, die vind ik wel mooi qua kleur. Maar deze vind ik ook gewoon leuk, hoor. Ik op een ding, man, koekoekslem. Ja, maar het is wel lekker. Mensen, kennen jullie deze plek nog? Die waren we gewoon 2 jaar terug. Gegeten, weet je dat? Ja, we gingen hier kapot vaak eten. En hier tegenover, bij die tapijtenwinkel, had ik nog een foto gemaakt. Was dat erboven? Ja, boven is beter om te zetten. Hier ook, man. Echt? Is het mooi? Kijk dan hoe mooi soort van die hele achtergrond en zo. Allah. Volgens mij kan je echt een zieke foto maken. Wij zitten nu op een dakterras. Opnieuw, sorry. Hebben jullie geveld? Ik praat er doorheen. Wij zitten nu op een dakterras en wij gaan hier even wat drinken. Maar op welke dakterras zitten wij? Ja, ik heb het al verteld. Oh, het is hetzelfde dakterras als dat we 2 jaar terug zaten. Ja. Precies tegenover deze tapijtwinkel. En ik heb hier, daar, een keer sokken gekocht. Maar die heb ik niet meer. Inmiddels avond en wij zijn weer op het Djemaa el-Fna plein. At night. Ja, en het maakt echt heel anders uit. We hebben best wel veel leuke dingetjes gekocht. Nesim heeft een gebedskleed gekocht. En 4 jalabas. Dus dat is echt wel leuk. Geslacht. En voor de rest hebben we eigenlijk niks gekocht, hè? Een fruitsap. Ik weet niet of ik een fruitsap wil. Nee, niet echt. We gaan straks nog eten. Maar je kan hier heel veel van die lekkere fruitsapjes en zo halen. We zitten nu inmiddels in de taxi. En we gaan weer naar het nieuwe gedeelte. We weten niet goed waar we moeten eten. Dus we gaan gewoon weer richting Cappuccino. We vonden Cappuccino eigenlijk niet zo lekker. Maar we gaan daar in de buurt even een restaurant zoeken. En ik en Margareta hebben een roosje gekocht. Er was een heel schattig meisje die op ons afkwam. En die gaf ons allemaal van die neppe complimenten. Ze was wel heel schattig. Maar ze gaf ons echt om in neppe complimenten om ons over te halen om bloemen te kopen. Ze gaf zelfs een knuffel daarna. Ja, want ik was Shakira en Margareta was Beyoncé. Wij gingen helemaal stuk. Maar we hebben wel roosjes gekocht. Wij zijn nu bij deze restaurant aangekomen. En volgens mij heb je hier heel veel grillgerechten of zo. Ga even kijken. En we krijgen weer tagine, jongens. Zo. Wij zijn eindelijk weer in onze hotelkamer. En het is hier weer lekker helemaal opgeruimd en schoongemaakt. Echt top. Het duurt niet lang. Ik ben er echt blij mee. Even kijken. Verder was het vandaag echt een veel warmere dag dan gisteren. Dat was wel echt heel erg fijn, maar aan het einde... jas aan, ik was wel blij mee. Ja, in de avond koelt het wel echt heel erg af en heb je zeker een jas nodig. En ik heb natuurlijk ook een hele dag met een rok gelopen. Maar ik vind al meestal van, als je van boven goed ingepakt bent, is het al 10 keer beter. Want een rok vind ik niet zo heel erg. Wat ik wou zeggen, ik vind het echt heel erg leuk in Marrakech, maar we zijn hier al eerder geweest. Dus ik denk, als ik nog een keer naar Marokko zou komen, zou ik echt wel naar een andere plek willen gaan. En dan denk ik echt, misschien met strand of zo. Even echt een heel andere locatie. Maar ik wil ook nog steeds naar het blauwe dorpje. Dat heet volgens mij Chefchaouen. Ik ga liever daar naartoe dan daar. Dat wil ik ook echt zien. En dan gewoon lekker daar eten, gewoon een beetje cultuur snuiven, weet je wel. En wij doen eigenlijk ook nog best wel veel dingen die wij vorig jaar ook hebben gedaan. Alleen wij hebben denk ik deze keer wel beter gegeten dan toen. Vind je niet, Nesim? Ja. Want ik zoek echt van tevoren tentjes op en zo. En ja, meestal zijn het wel gewoon leuke tentjes ook om op te zitten. Ik vind niet altijd het eten zeg maar even goed. Maar de tentjes waar we naartoe gaan is tenminste altijd wel gezellig om te zitten, vind ik. Heeft tenminste een beetje sfeer. En dat had ik eigenlijk ook met cappuccino. Ik vond het niet per se heel erg lekker, maar... Het had wel zeg maar meer sfeer dan een tentje echt midden in Medina vind ik. In ieder geval, ik ga nu even snel iets simpels aandoen. Lekker een jogging en sweater van Nesim. En dan gaan we hier even zo in het hotel ergens zitten met de anderen. En dan gaan we even gewoon lekker een theetje bestellen en gewoon nachillen. En dat is het eigenlijk. Wij hebben ook snacks gehaald bij een kleine shop. En die man was echt zo blij we daar allemaal snoep en zo hadden gehaald. Hij was echt blij met ons. Wij hebben daar echt zo van... Hoeveel hebben we daar besteed? Hoeveel dirham? 50 dirham. 50 dirham. En dat vond hij heel erg veel. Nou ja, hij was gewoon heel erg blij met ons. In ieder geval, ik ga mij nu omkleden. Want ik zie er nog zo uit. Tegenwoordig heb ik dus dit soort sokken aan van de Primark. En ik vind ze echt super chill. Ik ben vergeten om de vlog van gisteren af te sluiten. Dus bij deze ga ik de vlog van gisteren afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei!